zeker. Met wie trad de Britse prins Charles op 9 april 2005 in het huwelijk? Camilla Parker Bowles. Ja, zeker. Ja, helemaal goed. Weet je wat hij tegen haar zei? Op een gegeven moment ook in een gesprek, in een telefoongesprek. Weet je dat nog? Nee, wat was het ook weer? Ja, dat was... Iets gênants. Ik wou dat ik je tampon was. Ach, ja. 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 Jij kijkt erbij alsof je hier ter plekke... Nou, ik heb die expositie van Helene van Rooyen gezien. En ik heb opeens allemaal beelden nou. Mm-hmm. Nee, tampon met het hoofd van Charles, zeg maar. Maar hij bedoelde dat als een liefdesverklaring. Mm-hmm. Daar kun je je wel iets bij voorstellen? Nee, sorry. Nee. Bij mij gaat liefde ergens anders over dan alleen maar de scheden in. Maar ja. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jullie zit. Hoe laat wordt dit uitgezonden? Ik weet niet wat dit voor programma... Het is heel anders dan op tv, dit. Ja. Dit is allemaal heel stijfjes. Maar stijfjes, ook verkeerd. Ja. Raar programma. Ja. Je vroeg erom. Ja. Nee, nou jij moet je eens horen. Daar word ik voor betaald om dat soort dingen te vragen. Ja. Ik bedoel, ik krijg een lijst. Ja, doe niet door mij. Nee, maar ik krijg een lijst met vragen en die werk ik gewoon af. En daarna ga ik weer naar huis. Helder. Ja. Afwerken, ook verkeerd. Ja. Ja. Ja, pas op hoor. Ja. We hebben niks aan. We hebben nog nooit zo'n erotische bel gehoord, ja. Nee. Ik wou het even uitleggen. Oh ja, leg jij het even uit, ja. Dit is ons Belgisch intermezzo. Ja. Oh ja. Nou. Er wordt altijd gezegd dat die Belgen veel leuker zijn dan wij. Nu hebben we speciaal dit stukje ingelast om te laten zien dat wij ook erg leuk zijn. David, voor 10 seconden. Van welke populaire tv-serie kennen we het karakter Hannibal Smith? Bekend vanwege de sigaar... Dit komt nooit meer goed. Nee, dat komt nooit meer. Oh. Ga maar extra zendtijd aanvragen. David, voor 10 seconden. Van welke populaire tv-serie kennen we het karakter Hannibal Smith, bekend vanwege de sigaren en de uitspraak... I love it when a plan... comes together. Als er nu een zoomer afgaat, dan word ik heel kwaad. Het is de E-team. Ja. Kijk jij daar nog na, of was dat voor jouw tijd? Nee, dat was nog wel op tv. Ja, ja. Ja hoor. Ja. Ja, je hebt dat goed gevolgd, dat blijkt wel. Hannibal Smith, ja. Ja. En jij, Martijn? Daar in Barneveld? Ja, dat was mochten jullie daar wel naar de televisie kijken? Wij wel. Ja. Wij waren van de iets lichtere kerk, maar die anderen hadden we gewoon op zolder. Daar wist niemand, maar er stond gewoon een tv op zolder. Oh ja? Ja. En als dan de dominee kwam, dan ging er gewoon een doek overheen, volgens mij. Want... Waar kwam de dominee dan op zolder? Nou, ik... Nou ja... ze mochten niet naar dit soort televisie kijken, dat sowieso niet. Ja. Mijn dominee, wat doet hij nu? Ja. Cheers. Oh ja. Het was ook niet zo'n interessant verhaal. Dat is... Are we boring you? Goed.